De belangstelling voor de startersbeurs was zeer groot en dat was te merken aan het opgekomen publiek afgelopen zaterdag in Courtyard Marriott. Deze beurs is georganiseerd door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB. Het doel was ondernemers een duw in de juiste richting te geven. Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme opende de beurs met de volgende boodschap. We hebben binnen het ministerie wat een unit ingericht. En die unit zal ervoor moeten zorgen dragen dat u wordt begeleid naar de financiering. En verder zijn er trainingen die worden georganiseerd. En we doen het zoveel mogelijk samen met het bedrijfsleven. Dames en heren, maak optimaal gebruik van deze dag. Put inspiratie en leer uit de ervaringen van de reeds gevestigde bedrijven. Ga goed na welke actoren je allemaal nodig hebt in het traject, welke je voor je bedrijf hebt uitgezet. Ga planmatig te werk en blijf gedreven voortzetten. Ik wens u allen een vruchtbare startersdag toe en ik kijk uit naar de follow-up van deze activiteiten. Minister Welzijn kreeg een rondleiding van VSB-voorzitter Brian Renten. In de conferentiezalen van het hotel waren er verschillende stands van participanten uit het bedrijfsleven en ministeries ondergebracht. Zij hebben op hun manier de nodige informatie aan de bezoekers verschaft. Daarnaast waren er workshops over motivatie toespraken van succesvolle ondernemers en bedrijfsleiders. Ook is er op de beurs de CEO-talk van de Vereniging van Economisten in Suriname gehouden, waarbij directeuren van verschillende bedrijven hun successen hebben gedeeld met de bezoekers.